sport dan. Tennis. De 17-jarige Mees Rutgering uit Wansum liet afgelopen weekend de Nederlandse tenniswereld versteld staan. Hij bereikte de finale van het juniorentoernooi in Wimbledon. Winst zat er nog niet in. Hij verloor van een talent uit Noorwegen. Maar Mees heeft wel weer een flinke stap in zijn ontwikkeling gezet. Die dag is het gewoon balen. En je krijgt toch steeds meer een goed gevoel van je hebt finale Wimbledon gestaan. Je hebt niet heel veel te klagen. Dus. Een goede, nuchtere terugblik op een bijzondere finale dag. Maar ondertussen ook weer terug in het dagelijkse ritme van 5 dagen per week, 2 keer per dag trainen op de tennisbaan. Trainer Jochem Mol voelt aan alles dat hij met Mees een ruwe diamant in zijn trainershanden heeft. Wat hij van nature ontzettend goed heeft, dat is dat hij ongelooflijk makkelijk vaart kan maken. Dus daar heeft hij heel erg veel aanleg voor. Zij kan een bal aanraken en daar komt zoveel snelheid en zoveel vaart vanaf. Maar waar we echt mee bezig zijn geweest en waar we hem echt op hebben ontwikkeld is dat zijn vastheid omhoog moet. De grootste kracht is van Jochem geweest dat hij mij als mens een heel goed persoon heeft gemaakt. Maar ja, natuurlijk ook als tennisser. Hij heeft mij techniek aangeleerd. Hij heeft mij geleerd hoe ik moet tennissen. Dus Jochem is voor mij cruciaal geweest. En om die laatste stap te maken van junior naar succesvolle tennisprof is Seng Schalke aan de begeleiding toegevoegd. Schalke weet uit ervaring waar de komende tijd aan gewerkt moet worden. Mees is net 17 geworden en er zijn nog aspecten in zijn spel inderdaad waar aan gesleuteld moet worden. Dat heeft elke 17-jarige, alleen die curve naar boven moet natuurlijk wel doorzetten. Dus. Hij heeft vooral echt mijn basis tactiek aangeleerd, hoe ik moet tennissen als prof zijnde. Je hebt echt een verschil tussen junior en prof. Een junior is meer op lastige ballen winnen proberen te staan, als prof is het gewoon hoe je het beste die bal kan gaan verwerken. Ik denk dat Seng dat mij echt goed aan het aanleren is. En daarin heeft Seng een hele belangrijke rol. Schalke vindt het mooi om met het Limburgse talent te werken. Vooral omdat hij in Mees dingen van zichzelf herkent. Zeker met de structuur die hij nu in zijn spel heeft. En ook wat dichter bij de base zijn dan de andere spelers. Dus dat zijn allemaal dingetjes die ik natuurlijk ook in mijn spel had. Daarnaast is je ook wat onrustig. Ik kan heel onrustig worden, had ik zelf ook. Dus daar kan ik hem wel mee helpen hoe dat soort hordes te nemen.